Welkom bij Koken met Kennis. Ik heb vandaag een zeer vereerde gast hier in de keuken. Mijn oudste dochter Katrien. Hoi. Hey. En wat gaan we doen, Katrien? Kan jij het uitleggen? We gaan de basics van het koken leren. Want ik ga volgend jaar op kamers. Dus dan is het handig als ik een beetje weet hoe ik moet koken. Heel jammer dat ze op kamers gaat. Maar het is natuurlijk fijn dat ze dan wel de basis meekrijgen. We beginnen met aardappels koken voor aardappelpuree. Okay. We nemen dus deze aardappels, de kruimige aardappel voor puree. Ja. Nou ja, schillen. Ja, ik gebruik het liefst een dun schiller, maar er zijn ook mensen die dat het liefst met een aardappelschilmesje doen. Dit is natuurlijk echt gewoon best wel saai werk. Als je aardappels gaat koken, dan snij je ze een beetje in gelijke stukken. Je kan je voorstellen, zo'n grote aardappel in het water duurt eindeloos voordat die hitte naar binnen is. Ja. Dus dan moet je in kleinere stukjes snijden. Okay. Nou, hoe klein moeten die stukken zijn? Ja, dat is wel belangrijk. In stukken van 5 centimeter, zeg ik dan maar. Die gaan in de pan. En nou, zo doen we dat met een aantal aardappels. Okay. Dus we gaan even schillen. Moet ik schillen? Groene stukjes in aardappels. Altijd wegsnijden. Dit is niet groen, maar dit is bruin. Dat is, ja. Dus, ja, dat is echt gewoon niet goed. Moet je eruit snijden. En groen moet je helemaal voor opletten. Dat heb je vaak bij nieuwe aardappels. Dus als je groene stukken in de aardappels zit, altijd er helemaal wegsnijden. Even de aardappels wassen. Even onder de kraan. Rustel ze maar even om. Ja, prima. Doe je ze terug in de pan. En dan nu heel belangrijk. Hoeveel water ga je dan gebruiken voor het koken van die aardappels? Hoeveel water? Nou, dat is een klein bodempje. Stop maar. Kijk, echt een klein bodempje water willen we. Ik dacht altijd dat je ze net onder water moest doen. Nee, dat hoeft dus niet. Want als je een deksel op de pan zet, dan hoeven ze niet onder water. En je krijgt waterdamp. En die waterdamp is heel heet. Dus die aardappel wordt wel gaar. En die aardappel bevat van zichzelf al genoeg water om gaar te worden. Oh. Dus het is eigenlijk een hulpmiddeltje. En hoe minder water, hoe meer aroma. Katrien, zijn ze al gaar? Dat weet ik niet, want ik weet niet wanneer ze gaar zijn. Moet je even met een vork erin prikken. Ja. En als je er makkelijk in glijdt, ja, dan zijn ze gaar. Oh ja, dat ziet er gaar uit. Alleen deze niet. Oh, die nog niet? Nee. Oké, dan moeten ze nog heel even. Dan zet de deksel maar weer op. Een beetje melk in de pan. Ja, de aardappels zijn nog niet gaar, maar we gaan nu alvast voor de aardappelpuree melk opzetten. En een klontje boter. En een klontje boter erbij. En de melk moet heet zijn. Ja, zet maar op het vuur. Oké, zijn ze gaar? Nu zijn ze gaar. Mooi, gooi maar op het vergiet. En dan meteen weer terug in de pan. Aardappels moeten echt heet zijn als je de puree van gaat maken. Dat is heel belangrijk. Hoe heter ze zijn, hoe meer vocht ze op kunnen nemen. Oeh. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen maximaal melk, warme melk, daarom dus ook. Want hete melk in hete aardappels zorgt voor een extra romige puree. Nou, stamp het maar. Het is best wel zwaar. Ja. Ja, dit gaat goed. Goed stampen. Oké, de melk kookt. Dus die is echt heet. Dus jij gaat lekker stampen. Ja, die melk moet gloeiend heet zijn. Dan kan je veel meer melk opnemen. Dan kan die aardappels nog melk opnemen. Als je koude melk gebruikt, dan wordt die puree meteen dunner. Dus je ziet ook, als je hete melk gebruikt, wordt die puree eerst dikker. En nou, als je dan hete melk blijft toevoegen, dan wordt die telkens dunner en smeuiger. Oké. Nou, kijk, er kan nog een heleboel melk in. En ja, hoe meer melk je erin hebt, hoe smeuiger je puree wordt. Ja, je ziet al dat die smeuiger wordt. Doe ik dit goed nu? Of moet ja, dit gaat hartstikke goed. Oké. Ja. Nou, perfecte aardappelpuree voor een stampbordje, zou ik zeggen. Oh, het ruikt ook echt lekker. Beetje peper erbij. Oeh. En een beetje zout. Oeh. Klaar is je aardappelpuree. Hey Katrien, super. Je eerste aardappelpuree, toch? Ja. En is die lekker? Ja. Heb je er al een beetje nootmuskaat doorheen gedaan? Nee. Ah, het is wel lekker om hem af te maken. Oké. Well done. Doei. Vergeet niet te liken. Okay. En subscribe. Ja.